Yes, we mogen weer. Eindelijk, ja. Blije ondernemers. Sinds woensdag mogen meerdere sectoren weer klanten, leden en bezoekers ontvangen. Het is de tweede grote stap van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Onder andere sportfanaten mogen weer binnen aan de slag met gewichten en fitnessapparaten. Hoe reageren de leden, de mensen die vandaag weer aan de slag kunnen? Dol enthousiast. Stonden die om kwart over zeven al voor de deur. Op inschrijving natuurlijk, want dat moet. En zat er maar eens zin in. Meneer, fietsen binnen, maar dan komt toch ook buiten? Dat kan ook buiten, ja, maar zeker met dit weer is het lekker om binnen te doen ook natuurlijk. Ja. Nou, ik ga zo de e-gym doen en dan is het even opwarmen. Zodat je spieren een beetje warm zijn voordat je aan de e-gym begint. Dus, Dit was hard harken, zoals dat heet. Gelukkig hebben we een hele trouwe achterban, waardoor we wel hebben kunnen overleven gelukkig. Want van de steun hebben we niet kunnen, daar ga je het gewoon niet mee halen. Het klinkt soms heel erg leuk en mooi, maar dat is gewoon veel te weinig. Woensdag 19 mei, een dag waar jullie naar hebben uitgekeken, denk ik. Nou, een heugelijke dag. Ik ben vanochtend lachend opgestaan. En dat heb ik ook lang volgehouden tot de onweersbuien ons toch overvielen. Maar nee, we zijn natuurlijk heel erg blij dat we weer open zijn met het park. En in heel Nederland natuurlijk heel veel parken. Ik vind ook dat we dit ook allemaal goed als branche hebben georganiseerd en geregeld. Mensen moeten zich aanmelden. We doen een veiligheidscheck, gezondheidscheck. Er is een route door het park, er is afstand. We hebben goede paden gemaakt en wij zijn klaar om mensen een leuk en gezellig dagje uit te geven en te organiseren. Oudgediende Dick is blij dat er eindelijk weer bezoekers bij hem langskomen in de ijzertijd. Dat mis je toch wel. En je kan je ook wel vermaken met wat andere dingen. En we hebben het hele project met de Zwammerdamschepen. Maar ja, de hele interactie met het publiek is toch wel een beetje waarvoor je hier gaat werken. Dus ik ben blij dat het nu weer kan eigenlijk. Welkom, kijk lekker rond. Als er een gladiator wordt opgegeten, niet mijn verantwoordelijkheid. Jullie moesten maanden dicht, maar het lijkt inderdaad alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Ja, we vonden het zelf inderdaad, het lijkt wel eeuwen geleden dat we open waren. We zijn echt 5 maanden dicht geweest. Dus iedereen heeft heel veel andere zaken ook gedaan, zoals de vaste mensen die hier zijn. De horecaafdeling heeft heel veel geklust, de middeleeuwen heeft heel veel gedaan, de prehistorie hebben geleemd. Het groen is aangepakt, er is geschilderd, we zijn uitgeklust. We willen nu weer ons gewone werk doen en dat is de mensen vermaken met een dagje uit. En een feestelijke stemming in de dansschool. Daar mogen kinderen weer binnen groepslessen volgen. Ik dacht, het is weer een feestje dat we naar binnen mogen. Want dan hebben we ook weer vastigheid dat elke les door kan gaan. Weer of geen weer. Dus ik dacht, ik maak er even een feestje van. In de lente gaat de zon iets eerder schijnen. En dan gaat hij ook pas later weer verdwijnen. Alle groepslessen eigenlijk voor kinderen, dus danslessen voor kinderen onder de 18 jaar, mogen weer lekker in deze mooie zaal, in de danszaal. Leuk natuurlijk, maar ook hard nodig voor die kids? Ja, dat denk ik wel, want buiten is het toch anders, er is veel afleiding, er vliegt een vogel langs, er komen andere mensen langs. Het is zoveel prikkels eigenlijk en hier in de danszaal kunnen ze toch meer focussen op hun eigen lijf. En we hebben natuurlijk spiegels, dus dat is sowieso beter. Voor een dansles, 10 keer beter.